Een handicap kun je het niet noemen, maar lastig is het soms wel. Blikopeners die niet doen wat je wilt of kurkentrekkers die weigeren de fles wijn te openen. Op internet bestaat sinds kort een speciale winkel voor linkshandigen. Ongeveer 1 op de 10 mensen is linkshandig. De Internationale Dag voor Linkshandigen bestaat sinds 1992 en wordt elk jaar op 13 augustus gevierd. Doel is om mensen bewust te maken van de dagelijkse problemen waar linkshandigen mee te maken hebben. Linkshandigheid. Zo'n 10-15% van de mensheid heeft er last van. Het betekent dat je linkerhand je voorkeurshand is. Die voorkeur ontwikkel je rond je 6e, 7e levensjaar en hangt samen met de ontwikkeling van de hersenhelften. De dominante hand heeft doorgaans een betere motoriek. Deze hand heeft sterker ontwikkelde, beter bestuurbare spieren die meer kracht hebben. Linkshandigheid kan onhandig zijn. Gebruiksvoorwerpen als bijvoorbeeld de muis, de pen en de schaar zijn gemaakt voor rechts. Bij het knippen met een rechtse schaar bijvoorbeeld drukken linkshandigen de bladen uit elkaar in plaats van naar elkaar toe. En bij de pen wordt in plaats van een trekkende beweging juist een duwende beweging gemaakt. Dat vereist dus een andere knip- of schrijftechniek of gewoon een linkshandige schaar of pen. Here's the story of my life. I've had fun, but there's been strife. For I was born left-handed, but I'm proud to be one of the elite. Right-handed we can beat. We're the 10% that stand out in a crowd. Ah, but as a little lad, all the problems that I had, winding clockwork toys was just a mystery. Tying laces was a pain, I couldn't get it in my brain. Everything was back to front, it seemed to me. We're the cack-handed kings, we're the lefties. You right-handers just don't have a clue. But if you'd been through what we've been through, then maybe you would feel superior too. At 5 I went to school and I was treated like a fool. Being left-handed I stood out from the pack. And trying to learn to write was not a struggle nor a fight, for I had my left hand tied behind my back. You just get it in your head, the sympathetic teacher said. You use the right and not the devil's side. Those supposed men of vision called me pain and such derision. Is it any wonder oftentimes I cried? We're the Southport princes, we're the lefties. You right-handers just don't have a clue. But if you've been through what we've been through, then maybe you would feel superior too. Now I'll finish off my song, and as you move along, please bear in mind the things I've had to say. And please show some respect for your friends who use the left. Thanks for listening to me this left-hander's day.